De tijd van de Boterses, de tijd van de Weidenbossen, de tijd van de Ali Buxen, de tijd van de Abrahamsen, de tijd van de Equin, alle Urukil. Even mam zakken trappen, maar wij 3 euro van Odo. We hebben nu jonge gasten nodig. En wij plaatsen die jonge gasten, de nieuwe CEO's. En we moeten weten dat we het bewust doen. Maar we moeten ook weten dat het mensen zijn. En als jij mens bent, is niks wat de mens doet jouw vreemd. Dat wil zeggen dat zij bezig gaan zijn op een manier die niet in lijn is met wat wij elkaar hebben beloofd in 1980. En dat geeft ons niet het recht om hun aan het publiek te bespreken. Maar het geeft ons wel het recht om intern hun broek te zakken en hard met ze af te spreken en op een juiste pad te brengen. Want zij zijn de nieuwe leiders. Wij zijn in een transitie. En gelukkig heeft deze partij, doordat zij goede noten genomen heeft van hoe de opbouw is van het land en weet hoeveel procent van de gemeenschap jongeren zijn, dat zij zwaar geïnvesteerd heeft in jongeren. En wij moeten de lijn niet loslaten. Wij moeten de lijn van de jongeren niet loslaten. Wat wij moeten doen is doorgaan met het veredelen van dat ras. Veredelen van het ras. En niet de eerste de beste keer wanneer zij dingen doen die wij allemaal bekend zijn. Dat we jumpen door broken de manneke. Want ook broken de manneke, trouwens de, na deze jaarrede gaan wij, hebben wij de opdracht om de partij weer op poten te zetten. Ik vind het applaus te smal. Na de jaarrede moeten we de partij op poten zetten. En na de jaarrede moeten wij alle animositeit aan de kant zetten. Als jij die pakketten kunt delen en mensen hebben vertrouwen in jou, dan krijg jij de gelegenheid. Want de mensen willen niet bij jou. Omdat je die pakketten steelt. Medaillonsberg toch? Misabi. Je hebt die pakket. Misabi. Stand erover. We gaan er niet meer over praten. Want ik kan nu rijden naar containers om pakketten te halen. Maar stand erover. Medaillonsberg, maar meneer Sribera. Laten we dat beschouwen als afgerond en laten we na deze jaarrede kracht putten om te doen wat we hadden moeten doen in de afgelopen periode.